Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuw film van Beer Brothers. BrewDog is wel eens vaak voorbij gekomen en heel veel van jullie zullen BrewDog gewoon kennen. Hun core range is hartstikke goed. Punk IPA, een Elvis Juice, de Hazy Jane, noem ze maar op. Ze maken soms ook wel eens wat andere dingen en of dat dan tijdelijk is of ik ben het altijd een beetje kwijt. Maar je komt het regelmatig tegen. En als je het tegenkomt, ja, ik ben toch altijd wel nieuwsgierig. Want het is eigenlijk altijd wel tof. De ene keer verrast het wat meer dan de andere keer. Maar goed, deze keer kwam ik de Silk Road tegen. De Silk Road, zoals ze zelf zeggen, the road is long and fruity. En dat zal dan ongetwijfeld waar zijn. Want wie ben ik om het anders te beweren? Ze zeggen dat dit een, als ik het goed zeg, een Lychee Mango Hazy IPA is van 6,5%. Dus er zal wel lychee en mango smaken in zitten. Die komen natuurlijk van de hop, want die fruiten, de fruitstukjes, die noemen ze er echt niet in hoor. Maar goed, op zich wel interessant, want het is toch een beetje een tropische IPA. Nou, hazy, dat weten we allemaal, dus een beetje troebel. Ik ben... Wow, ik krijg hier toch een bak tropische geuren voorbij, zeg. Ik weet zo een beetje hoe die ruikt. Maar goed, de Silk Road van BrewDog. Nou, hazy, dat is die. Dat zien we meteen. Hij is mooi lichtgeel met een witte schuimkraag. Ziet er overigens echt goed uit. En de geur, zoals ik al zei, hij kwam net al voorbij. Een behoorlijke bak tropische geur. Maar we gaan eventjes goed ruiken. Zo. Mango echt wow, to the max. En er zit nog iets anders erheen. En omdat het er ook op staat, dan herken ik het ook wel van Lychee. Die kleine dingetjes, dat als je afpelt, dat van die grijze. Kijk maar even. Maar dat is echt... Ja, het is echt mango, Lychee. Ruik ik nog andere dingen? Het heeft ook wel een beetje... Ik denk ook wel iets moutigs, maar... eigenlijk gewoon mango, Lychee. Ik bedoel, we kunnen er lang en kort over hebben, mango, Lychee. Is gewoon dat je 100% ruikt. Dan ben ik nu benieuwd, proef je dat ook? Gaan we proberen. Proost. Zo, allereerst super lekker. Echt super lekker. Kijk, als je hem ruikt, dan denk je echt zo, dit wordt mango, Lychee, echt tropische shit. Echt to the max, gewoon echt enige subtiliteit gaat volledig ontbreken. Dat klopt in de geur. En eigenlijk, dat vind ik best wel kicken. In de smaak, mango, Lychee, zit er gewoon maximaal in. Echt goed fruitig. Maar het is niet een en al grote bak aan zoete fruit, alsof het een fruitsapje is. Echt niet. Het zit er super duidelijk in, maar je proeft ook echt dat het vanuit de hop komt. Want er zit echt nog wel een goed hopbittertje in. En ook echt vanaf het allereerste moment. En nu heb je het doorgeslikt en dan blijft dat bittertje blijft ook een beetje achter je keel hangen. Dat vind ik echt heel fijn. Waardoor het echt wel een IPA is. Niet een New England IPA. Dus hij is echt minder fruit dan een New England IPA. Voor reguliere IPA's die misschien een beetje aan de fruitige kant. Dat weet ik eigenlijk niet zo heel erg goed. Maar goed, laten we hier niet een hele stijldiscussie gaan voeren. Want dat is niet zo interessant. Wat ik hier gewoon heb, is gewoon echt een verschrikkelijk lekker bier. Goed tropisch fruit. Echt duidelijk mango Lychee. Als je hem in je mond hebt, proef je wel meteen ook die hopbitters. Die blijven een beetje mooi achter op je tong hangen als je hem doorgeslikt hebt. Nu ook, ik heb het weer eventjes geleden dat ik hem doorgeslikt. Hij blijft gewoon lekker hangen. Beetje dat hopbittertje, klein beetje ergens nog dat fruitige. En juist dat, die combinatie, zorgt ervoor dat je gewoon zin hebt om nog een slok te nemen. Hij komt in een mooie 0,44 centiliter of 0,44 liter blik. Perfect om te delen. Maar heel eerlijk gezegd, op dit moment is er niemand om te delen. Dus alles is voor mij. En ik moet heel eerlijk zeggen, daar ben ik best blij mee. Ik ga deze echt met smaak opdrinken. Ik heb deze gevonden volgens mij bij de Plus Supermarkt. Maar goed... Als je gaat googlen of weet ik veel, je gaat hem ongetwijfeld tegenkomen.
En als je deze tegenkomt en je houdt echt van een goede IPA, lekker een beetje fruit, ben je gek als je hem laat staan. Want hij is echt ontzettend lekker. Ik ga deze gewoon nog even met smaak opdrinken. En als je dit leuk vond, doe even een duimpje of reageer hieronder even. Ben je niet geabonneerd, abonneer je dan eventjes. En verder blijft over om te zeggen, tot de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken en proost.